In augustus 2007 overleed Jos Brink. Ruim 40 jaar was hij een graag geziene persoonlijkheid op de Nederlandse televisie. Het langst bij de AVRO, waar Jos de belangrijkste programma's van zijn leven maakte, zoals Puzzeluur, Babylonië en Wedde Dat. Jos Brink deed de kijker graag een plezier. Hij stond ook als presentator aan de kant van zijn publiek. Hij fluisterde een door zenuwen geteisterde kandidaat de juiste antwoorden in, kuste koningin Juliana tegen alle regels van het protocol, lapte een draaiboek aan zijn laars als hij tijdens de uitzending een betere inval kreeg. Hij was op en top een vakman. Een paar maanden voor zijn onverwachte dood had Hilversum Best het genoegen om een hele middag met Jos te mogen praten. Het is achteraf zijn laatste interview gebleken. Het ging over de dood, over zijn pastorschap, over zijn zorg over de toekomst van het vak van presentator. Ladies and gentlemen, presenting the Jos Brink Show. Jos Brink, ster met allure, maar bovenal altijd medemens. Kan jij een beetje beschrijven het gezin waar jij uit voortkomt? Ik kom uit een groot gezin, vijf jongens, dus ik heb vier broers. Met een buitengewoon geestige, wat knorrige vader, die altijd studeerde en heel taalvaardig was. En mijn moeder deed het management. Dat was even hard werken. Lawaaiig gezin, alles kon. Vriendjes en vriendinnetjes kwamen over huis en bleef ik allemaal mee eten. Om met Carl Michael van Sonneveld te spreken. Ze hebben geloof ik harder gewerkt voor onze aanhang dan voor onszelf. En ik ben streng opgevoed, heel streng, met normen en waarden. En wat je belooft, dat moet je doen. En waar je aan begint, dat moet je afmaken. Dat levert een kleine dwangneurose op voor de rest van je leven. Maar het is wel een heel goede basisdiscipline. Wat was het beroep van jouw vader? Die was hoofdontvanger van belastingen. Jonger. Ja. En hij wilde heel graag naar het toneel, of aan het toneel zoals dat heet. Oh, dat dus wel? Ja, ja, maar dat mocht hij niet van zijn ouders. Want het is natuurlijk een enorme schoftetroep aan het theater. Het, dat kon in die tijd echt niet. Ah, mijn moeder. Rog hem er even flink uit, ik praat het wel van. Mijn moeder Pauline Andrenia West, ik zie haar nog staan. In de ontbijtkamer, waar vroeger een ontbijtkamer. Hè? En dat pakte ze met een speels gebaar het lekkende theepotje van de samovar. Dat is zo'n klein Leids petroliestelletje. En zo'n klein potje was dat, grote oren. Mijn moeder dan, hè? Ja, ja, maar een theepotje met zulke oren, dat is natuurlijk geen theepotje. Nee, uit een oor kan je niet schenken. Tenzij het een lopend oor is, dan ga je het. En dan schonk ze een kopje thee in voor mijn vader, Brezhnev. En die kwam altijd op zijn wenkbrauwen de trap af. Oh, dat was een puinhoop bij ons. En dan kwam de oude Nana de kamer binnen. Eerst 4 meter gepenbekken, dan Nana erachteraan. En dan zei ze, doe je handsopje. Mijn broer Hans had een handsopje, ik had een jossopje. Oh, een hele dure familie. Doe je handsopje. En dat verstond ik nooit, want ja, het was Russisch, hè. Maar ze had gelukkig ondertitels. Zulke, dus. Wanneer is bij jou het gevoel ontstaan van ik wil in dat vak terechtkomen? Ik wil naar de televisie of de radio. Nou ja, televisie, dat was er nog niet. Hè. Er was er eentje in 1952, 53 in de buurt. Dat was op de Leden. Dat was een mevrouw die ook een mixer had. Dus dat was een bijzonder mens. En daar heb ik de allereerste televisieuitzending van mijn leven gezien. Het was de koning van koningin Elisabeth. Dus dat is 53 geweest. 53. En dat was nog een houtgestookte televisie. Dat was zo'n kast. Met zo'n beeldje. Ja, dat, je weet je veel. En dat vond ik wonderbaarlijk. Dat ik iets kon zien wat heel erg ver weg gebeurde. Engeland, dat was natuurlijk ontzettend ver weg. Ook het land waar mijn vader dus heel vaak was. En ik had toen niet de notie om te denken van ik wil bij de televisie werken. Radio wel.
Radio wel? Ja, ik had een houten microfoontje gemaakt. Ja. En ik speelde radiostudio in bed. Wij sliepen met... ik sliep met twee broertjes op één kamer. En daar maakte ik radioprogramma's van. Ik weet niet wat, een soort van kleutertje huiver of zo. Zoiets, iets dergelijks. Hoe oud was je toen? Toen was ik 10, 11. Ja. Maar hoe vind je dan... Want inmiddels wonen jullie, geloof ik, in Rotterdam. We waren in Rotterdam, ja. Hoe vind je dan vanuit het verre Rotterdam de weg naar Hilversum? Nou, mijn vader die werd ongeveer 20 keer per jaar overgeplaatst. Dus we hebben overal gewoond. Ik ben 12 keer verhuisd. En wij woonden op een gegeven moment in de Beemster. Het is onder Purmerend, Zuidoost-Beemster. En toen deed ik, toen was ik 12 of zo. Toen deed ik, ik zat net op de middelbare school. Toen deed ik mee aan audities voor Siske de Rat en dergelijke. Die dus, en dat antemeerde mijn moeder nogal. Want ik scheet in mijn broek, ik vond het allemaal doodeng. Met Ellen van Maarland, die naam haal ik uit mijn tenen. Dat was de moeder van Siske de Rat. En dat is toen een andere jongen geworden. Dat vond ik heel vreselijk, ja. Weet ik. Ik werd zo afgewezen. Verdriet? Ja, dat was toch een nou, vernedering, dat woord kende ik nog niet. Dat zou ik nu hebben als ik afgewezen zou worden, maar ik doe geen notities meer. Wat heerlijk om oud te worden. Hè. En ja, dat vond ik een enorme schok. En ik herinner me nog dat ik als 12, 13-jarige die film zag. Ik ben de naam van die jongen vergeten, die is dus nooit meer doorgegaan op het toneel. En ik vond het dus ook een hele mooie film. Ik vond dat die jongens ook heel goed deed. Ja, dan komt er een naijverig spookje in je op. Heb ik afgeleerd naar de hand. Maar als kind had ik dat en dat snap ik ook wel nu. Er was er eens een jongetje van 4 jaar oud. Van 4 jaar oud. Die zei ik ga naar buiten, zeg. Hij liep zomaar bij moeder weg. Ja, dat was stout. Ja, dat was stout. Hij nam een grote appel mee, zo mooi en rood. Zo mooi en rood. Hij zei, nou ga ik met de trein, ik wil zo groot als papa zijn. Ja, ik ben groot. Ja, ik ben groot. Maar in die grote drukke straat kreeg hij al spijt. Kreeg hij al spijt. De hoek om en toen nog een keer en toen wist hij de weg niet meer. Die was hij kwijt. Die was hij kwijt. Toen kwam een hele grote hond van waf, waf, waf. En ja, je weet wat hondjes doen. Hij pakte van dat jochie toen zijn appel af. Zijn appel af. Het jongetje ging huilen, ach, hij was zo moe. Hij was zo moe. Dat hondje bracht hem van de wijs. Hij wou opeens niet meer op reis naar moeder toe. Naar moeder toe. Er was er eens een jongetje dat wou naar huis. Dat wou naar huis. Wou jij op reis, zei een agent, nou wacht maar tot je groter bent. Ik breng je thuis. Ik breng je thuis. Ik breng je thuis. Toen kwam je op de toneelschool. Ja. Hoe ging dat? Hoe beviel nou, dat? Nou, ik was te jong. Ja, ja. Gewoon te jong. En ik ben heel lang te jong gebleven ook. Dus je wordt... Ik merk het nu aan de Academie voor Musical Theater van Frank. Dat zijn... oudere kinderen, ik geloof dat ze de ondergrens 18 jaar is. Ik zal altijd nog kinderen, maar de studenten. Want als je speelt, dan word je dus geconfronteerd met allerlei dingen van je diepste zelf. En dan moet je toch wel 4 psychologen om je heen hebben, hoor. Ik heb toch ook wat afgejankt in die tijd. Ja, gewoon omdat je dan dingen tegenkomt en opspit waar je niet aan toe bent en die je geen plaats kunt geven in je leven, laat staan binnen je rol. En dat heb ik dus nu nog. Hè, als ik een partij instudeer, ik studeer in de keuken beneden, doe ik 's nachts, en dan loop ik met mijn boek, mijn script heen en weer. En dan maak ik er een rol onder. En dat is vaak heel emotionerend.
niemand die het ziet, behalve de poezen. En dat heb je nog, dus nu nog, terwijl je dus, ik ben 45 jaar aan het toneel, heb je nog last van dat mechanisme. Terwijl je heel goed weet dat je dat mechanisme tegelijkertijd nodig hebt. Om die emotie te kunnen hebben. Nou ja, een zee kan de ondergang betekenen voor een schip. Maar die kan het schip ook dragen. En er zijn dus acteurs die daar niet doorheen gekomen zijn. Toen heb je een aantal televisieprogramma's gedaan. Een beetje jongere televisieprogramma's als ik het me... Ja? Goedenavond bij Combo. Nou, het was nauwelijks een programma, hoor. Het is, ik heb in mijn kluis bandjes liggen nog ervan. Niemand die het mag zien van mijn dierbaren. Want ik word op mijn dood getreiterd ermee natuurlijk. En dan, nou ja, zet een zaal vol met ongelooflijk truttige teenagers. Met zware brillen en opgetoepte haren. En van die fletjes aan, die met zo'n klein hakje. En die dansten dan met elkaar op zwepende muziek. Vanavond is eigenlijk alles anders dan anders. Ten eerste wordt er niet gedanst vanavond, zoals ze dat bij andere combo-uitzendingen gewend zijn. Want we zijn vanavond in de Singer Concertzaal in Laren, waar dat nou eenmaal onmogelijk is. Bovendien hebben we niet een hele serie gasten vanavond, we hebben er maar één. En we zijn niet gekomen om te dansen, we zijn eigenlijk alleen gekomen om te kijken en te luisteren. Kijken en luisteren naar een beroemde Amerikaanse zanger, wiens naam eigenlijk helemaal geen nadere aanduiding behoeft. Roy Orbison. Dum, 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 dum. Niet leuk. Het lag veel te ver van me af. Ik had er ook helemaal geen verstand van. Ik deed me alsof. Nou, doen alsof, dat is toch... daar moet je acteur voor zijn. Dus daar word je veeg van. Maar ik vond het gewoon niet... Ik had er niks mee. Maar achteraf heb je er natuurlijk wel winst van gehad. Alles is winst. Tuurlijk leer je dingen. Je leert in ieder geval zo brutaal te zijn... om iets waar je geen affiniteit mee hebt... toch maar te doen. In het begin jaren 70 kom je bij de Tros terecht. Daar ga je dan je eerste grote televisieshows maken, de Jos Brink Show. Het zijn nog steeds dezelfde ogen, dacht ik, toen ik jou weer zag. Dezelfde rozen, een boeket dat snel verflenste. Je zei, ach ja, zeg, weet je wel, dat ik je eigenlijk nog steeds mag. Maar het klonk wat regenachtig, net zoals die trieste zaterdag. Dat jij mij met een lieve lach het beste wenste. Ik zag je auto, je chauffeur, het langzaam glijden door de bocht. Had ik verwacht dat jij mij na die lange jaren nog steeds mocht. Ik zei verrek, en toen ik buiten kwam, was daar de bleke zon. Ze was wat waterig en zwak. Ik dacht, kijk, sprekend Marion. En ik was een meneer die zomaar heel veel lelijk zeggen wou aan een mevrouw. Ga maar weg, ga maar weg. Nog een zoen, Marion. Ik zat op school, Marion. Lach maar niet meer naar mij, want je huiswerk is af. Ik was verliefd, Marion, dat was toen, Marion. En dat toen is voorbij. Marion, ga maar weg. Ga maar weg. Ik kom Joop Pannekoek tegen, ook dood. En die had de opdracht om de eerste kleuren televisieshows voor de Tros te maken. En Job had cabaretprogramma's van mij gezien. Dat speelde in vestzaktheatertjes toen nog en niet in de grote schouwburgen. Je had toen zo'n heel circuit van mini-theaters. En hier had je op de Keizersgracht het microtheater van Theo van Inge. En daar was Job, die ook een beetje cabaret had gedaan voor. En die vond me goed. Die zag talent of mogelijkheden in ieder geval. En die heeft het voor elkaar gekregen dat er dus Jos Brink shows kwamen. Nou, dat is natuurlijk achterlijk. Maar ja, je had ook allerlei shows die aan namen gekoppeld waren in die tijd. Dat was de mode ook een beetje. Dat was een beetje mode. En daar was het ook op geënt op die Amerikaanse shows. Dus Perry Como Show had je in de, nou ja, noem maar op. En dat was eigenlijk mijn eerste grote
ervaring in groot decor met belangrijke mensen om me heen. Weet je toevalligerwijs hoe laat het is? Nee, ik heb geen tijd. Ik ben bij 12, denk ik. Ah, goed zo. Tijd voor de revolutie. Hou vast. Waar was ik? Oh ja, een jongen van 13 die schrijft mijn moeder. Die zal er straks ook nog iets onder zetten. Er zijn toestanden bij en daarom kunnen wij, als wij daar veel plezier mee hebben... Dat is die Jos, ik begrijp dat nog doen. De anarchie is ook al niet meer wat het was. Zijn moeder die schrijft dan eronder... Mijn zoon rookt hash en marihuana. Wat voor mens moet hier uitgroeien? Nou, mevrouw, dat weten wij ook niet. Misschien wel een stufzuiger, hè? Je speelde daar ook de aardige schoonzoon, hè? Denk ik. Nou, dat ben ik... ja, dat ben ik natuurlijk altijd gebleven. Altijd een beetje de lieve Jos, hè? Terwijl ik eigenlijk diep in mijn hart een rotjos ben. Maar ja, dat etiket, dat kan ik nu niet meer opplakken. Nee. Maar ja, de basis van dat etiket werd toch ook wel heel duidelijk in de Jos Brinkshow. Ja, je moet horen, het heeft een bepaald soort... elegance, een bepaald soort beschaving ook. Het is het elegant amusement. Daar wil ik toch wel graag voor staan. Mm-hmm. En niet al te ordinair en niet al te kwetsend. Je kunt heel veel dingen op een aardige manier zeggen... om ze toch gezegd te hebben. En dat is gewoon mijn school, dat is de school Zonneveld. En nou, daar voel ik me ook prettig in. En de mensen hebben zich daar aan geconformeerd. Dus ik moet ook niet opeens vreselijke dingen gaan doen op het toneel. Dat past ook niet bij jou. Nee. Maar wereldberoemd werd je in Nederland... en zelfs bekend in de wereld, door één simpele handeling, een kus. Hoe zat dat nou in elkaar? Ja, ik was koninginnetje van het bal bij de AVRO. En de AVRO kreeg de opdracht om een grote feestelijke show te maken... rond de 70ste verjaardag van de koningin Juliana. En... ja, wie laat je dat dan presenteren? Je had Mies en je had Willem. En ik was er dus. Als jongste? Verreweg de jongste. En toen hadden ze dus het idee dat het toch wel leuk zou zijn... als ik dat zou doen. En dat vond ik ook wel leuk. Alleen de hele fus die eraan vooraf ging. Want ik zag opeens... ik weet toch dat ik in Delfzijl was. In het Molentheater. En daar lag de Telegraaf. En daar stond dus heel groot Jos Brink... presenteert Koninginnengala. Dat ik dacht van... zo... Want ik ben een beetje... dat ben ik dus nog... Hansje in Bosbessenland. Dus toch dat ik denk van... nou, en dan wordt er opeens een ophef over gemaakt. En dan wordt het opeens belangrijk gemaakt. Dat je dus nog hartstikke zenuwachtig van wordt ook. Maar het Flip van der Schalie, ook dood... En Gerrit, die er dus ook niet meer is... die waren hier in het opkamertje van mijn toen nog kleine huisje. En wij spraken die show door. En dat ging met zoveel gelach en zoveel relativering... dat je denkt, van, nou, dat red ik wel. En dan kom je in die hele molen terecht van de RVD. Dat is een grote gebeurtenis. Ja, maar weet ik veel. Veel meer nog dan nu, zou ik bijna. Ja, nee, maar dat wist ik toch niet. Ik denk, dat doe ik wel. En ik moest s'avonds spelen in Rotterdam. Dus op zaterdagmiddag. En RVD die dan je teksten moet hebben. Ja, gekke Gerrit. Ik denk, dat doe ik niet. Ik wist ongeveer wel wat ik zou gaan doen. En welke grap ik zou maken. En dat heeft me nog het meeste geamuseerd eigenlijk. Want ook je moet toch camerarepetitie doen. En Gerrit en Braber speelde de koningin. Dus die was harde Gerrit. En dat ging ook in een sfeer van gelach. En ik zie nog de directeur van de RVD, ik zal zijn naam niet noemen, meneer Van den Berg. En die zag ik helemaal afvikken. Echt helemaal. Die dacht, oh, dit wordt verschrikkelijk. En die zei ook tegen mij, je mag niet als eerste het woord voeren. Het gesprek openen met Hare Majesteit. Ik zei, nou, dan is de uitzending klaar. Want ik weet zeker dat de koningin helemaal niet uit zichzelf begint. Nou, toen kwam ze binnen en toen in die sfeer met al die houten methoden... zegt de hele regering zat er en...
En de enige die leuk keek, dat was Hans Wiegel. Die had ik 3 dagen ervoor in een radio-uitzending ontmoet. En die zei, dat kan je wel. En toen zag ik aan de koningin dat ze zo nerveus was. Helemaal, toen gaat ze het dik doen, zag je wel zo op die ogen. Ik denk, ja, ik kan me best voorstellen. Ik vind het ook niet leuk. Laten we hier wat van maken. En toen dacht ik, het is net mijn moeder. Wat ze natuurlijk voor mij ook een beetje is. Ik vond net mijn moeder. En mijn moeder zoen ik ook. En ze vond het enig. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven. Majesteit, we hebben een volle bak, 2000 mensen in huis. Wat fijn dat u een kaartje hebt kunnen krijgen. Dag Majesteit, ik zal hem maar voor u vasthouden, want het is een verschrikkelijk zware boes. Ik had een klein boeketje besteld, vergeet me nietjes of iets dergelijks. En het is een beetje groter uitgevallen. Lieve koningin, het is een beetje moeilijk moment voor mij, dat zult u begrijpen. We kennen elkaar alleen maar van de televisie. Maar het is voor u ook een ingewikkeld moment, want het is ons bekend dat u er niet van houdt om gehuldigd te worden of in de hoogte gestoken te worden, gevierd te worden. Persoonsverheerlijking, dat is u vreemd en dat is natuurlijk een uiterst sierlijke karaktertrek. Maar ja, u bent nou 70 jaar geworden. En dat goed, maar dat hopen we dan toch allemaal van harte, nietwaar? En nou worden er tienduizenden mensen, miljoenen mensen worden er 70 jaar. En als ze dat in goede gezondheid bereiken, is dat alleen maar iets om gelukkig mee te zijn. Maar u moet begrijpen dat wij het alleen maar aanpakken om een aantal dingen hardop te zeggen die we eens een keertje kwijt willen. Want wij zitten hier nou met 2000 onderdanen, zoals dat officieel zo aardig heet, al even lang. En u bent toch de bovendaan dan. Dat houdt dat houdt het officieel in natuurlijk. We hebben dus een soort van programma voor u samengesteld. Dat leg ik u allemaal nog uit. Ik wilde alleen maar zeggen, lieve koningin, we houden allemaal vreselijk veel van u. Waarom, dat zal iedereen begrijpen. Heel, heel hartelijk gefeliciteerd. En blijf nog lang bij ons. Laten we daar maar mee beginnen dan. Ja. Dank u. Maar Jos, even voor de duidelijkheid naar onze kijkers toe. Het speelt zich, laten we zeggen, 25 jaar geleden af, daaromtrent. Het was toen buitengewoon ongebruikelijk om zelfs de gedachte maar te overwegen, ja, om Hare Majesteit in een live-uitzending een kus te geven. Ja, maar het was schok je van jezelf? Nee, ik vond het heel gewoon. Het was zo organisch. Nee, en daarom kon het ook. En ik zou het weer doen. Puzzeluur was jouw grote succes, jouw vroegste grote succes, denk ik. Hè? Ja, dat is dan wat je noemt de doorbraak. Dat het hele Nederlandse volk je kent. Over toneelspelen gesproken. Ja. Want ik puzzel nooit. Open plek in bos, 3 letters. Dat is tra. Dat is het enige wat ik weet. Verder niks. We gaan door naar Arend. 1 verticaal. In verticaal is een cryptische omschrijving. Ben je daar goed in?
Nou, het is niet zo moeilijk. 5 letters voor vakbond die schreeuwde. Gilde. Gilde is uitstekend. Ja, ja, ja. Maar ik zat dus eerst in het panel van Puzzeleur. Dat is een panel van bekende Nederlanders. Ik herinner me dat ik met Ronnie Bierman nog eens naar de Oranjerie gereden ben in Roermond. Het was dus in de Schouwburg, het is eigen terrein. Dus dat scheelt. Dat vind ik het allerleukste, televisie in de Schouwburg. En aangezien ik helemaal niks van Puzzelen weet, weer een productie van Flip van der Schaling. Deed ik maar wat. Maar dan het hele grote, had je zo'n grote puzzel in het decor staan. En dat was helemaal afgedekt met zwart gaas, want wij mochten natuurlijk niks weten. En dan gingen ze avondeten. De hele crew. En dan moest ik altijd heel erg veel plassen. Maar dat deed ik niet. Ik ging gewoon terug naar dat decor. En aan de achterkant kon ik dan de dingen lezen. Dus het was gewoon oplichterij van mij. Ik kom er ook eerlijk voor uit. Ik ben zo corrupt als de pest. Dat heb ik ook in alle spelprogramma's heb ik dat volgehouden. En zo moet je het ook doen, want dan overleef je. En dan zat ik dus in dat panel en dan wist ik één woordje niet en de volgende 4 woorden. Want je moest dan de kandidaten helpen. Die wist ik dan weer wel. En met grap en grol opgeleukt. En ja, dat valt dan op. Ja. En toen ging de toenmalige presentator weg. En toen werd ik uiteraard gevraagd om dat te gaan doen. En toen heb ik Mies Bouwman, die heeft dat voor me bedacht, omdat ik inderdaad maar wat deed. Ik liet ook antwoorden zien aan kandidaten en zo. En Mies, die belde me een keer op, die zei, dat moet je vooral zo blijven doen, want je hebt een vorm gevonden nu, niet dat ik dat wist, maar zij heeft er veel meer verstand van. Van antipresentatie. Eerste spel, Pamela, gooi eens even de letters erin. Daar komen de eerste letters, een O en een Os. En daar komt een P bij. Ja, Hanny heeft gedrukt. Een belletje doet het niet, dat kan me niet schelen, maar ik zie haar lichtje branden. Zeg het eens, Hanny. Sop. Sop, ja, dat is heel goed voor iemand die op school zit. Dat is sop. Prima, je zet hem op, hè, want eens even kijken hoe de stand is. Oh, dat is spannend al meteen, hè. 5 voor Hanny en 0 voor Jur. Dat haalt hij nooit mee. Nee, dat haalt hij nooit in. Dat is waardeloos, hè. Vreselijk, hoe kan het je nou toch helpen? Nou, eens kijken of de nieuwe letter erin. Dat wordt, oh, dat is ook een ontzettende leuke letter. Een enig woord. Jij hebt weer voor het eerst gedrukt, belletje doet het weer niet, maar het lichtje brandt van Hanny. Soep. Nee, dat is fout soep. Jur? Poes. Poes, ja, dat zal Jur niet weten. Tuurlijk. Iemand die zo vaak wandelt in het bos en bovendien fotografeert, natuurlijk weet hij poes. En dan nummer 15, of ik bedoel voor 15 gulden, daar komt dan een T van, de T van? Stoep. Stoep komt daarbij, zei Jur. Heel goed, Jur. Stoep. En voor 20 gulden komt daar een L van opstel. Jur. Opstel. Opstel, goed. Prima. Heb ik de jury weer tuk, hè? Het kan namelijk niet teruggeschroefd worden. Hoe is de stand? 45 tegen 5. Nou, die laatste voor 25 gulden. Voor 25 gulden komt daar een A bij. Dat is... Apostel. Apostel, prima! Bravo! Even kijken hoe de stand is. 45 tegen 30. Fantastisch, Jur. Heel goed. Oh, pardon. Heel goed, Hanny. Heel goed, Hanny. Zo. Het eerste spel zit erop. Goed. Dus iedereen keek daarnaar. Dat was op dat moment je meest populaire programma. Je zei het net zelf, je doorbraak. Wat betekent zo'n doorbraak? Nou, dat je... ik heb het gedaan in allereerste instantie omdat Frank zei dat ik het doen moest. Want ik had een ongelooflijke camera-angst. Jos. Ja, oh, vreselijk. Jij en camera. Vreselijk. Toen had je nog telerecording in die tijd. Ja. Dat was 30 tellen aftellen. Er stond voor mensen tot 20 te tellen. En de laatste 10 tellen, boem, 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 boem. Dat deed mijn hart. Dus nu is het gewoon van...
van dat. En dan mag je. Dus ik heb het gedaan op aanraden, op instigatie van mijn echtgenoot, om van die camera-angst af te komen, om camera-veeg te worden. Nou, dat was ik binnen een seizoen. Dat is een enorme winst. En dan weet je dat je het kunt en dat je ook geaccepteerd wordt, want het heeft ook met faalangst te maken en al die andere enge dingen die je in je buik hebt. En toen heeft ook iemand tegen me gezegd, en ik weet niet meer wie, dat is... ik geloof dat het Mies was ook. Je werkt niet voor 4 miljoen mensen. Je werkt er hooguit voor 4. Die zitten in een huiskamer. Daar doe je het voor. Dus kijk door die lens heen en kijk naar degene die achter die lens zit. Met zijn poten in een bak warm water eventueel. Of met een korset op de bank. Kan niet schelen. Maar voor die mensen, voor die 3, 4, 2 mensen doe je het. Altijd onthouden, want zo is het ook. Dus die angst ben je dan ook kwijt. En vanuit Puzzeluur, dat stopt op een gegeven moment. Met heel veel plezier gedaan overigens hoor. John Schelfhout was de regisseur, ook dood. En ik deed eigenlijk ook voor John. Want die moest altijd zo om me lachen. En die hoefde maar even een oor te zien bewegen. En dan wist hij dat er een grap kwam. Miste nooit wat. Dat... Volkomen veilig bij de regisseur. Volkomen veilig. Dat is heel erg belangrijk op televisie. En toen rolde ik in Babylonië. Daar heb ik mezelf ingeluld. Ik was op kantoor bij de AVRO. Het oude AVRO-gebouw nog. En ik zie een titelkaartje liggen op het bureau van John. Van Babylonië. Dus ik zeg, wat is dat? Ik heb... Ja, sorry, ik had er ook niks te doen. Ik heb een min of meer wonderlijk onderwerp. In eerste instantie denk je bij mijn onderwerp... Ha! En in tweede instantie denk je bij mijn onderwerp... Hé. Hey. En er zijn mannen die denken... Hoe? Ja. Die H van jou, Jos. Ja. Heeft hij 2 poten? Dat is dus het vervelende. Dat je dat bij H, in de H-instantie, denkt. Wat denk je over jouw figuur of object in de H-instantie? Van mij ten aanzien van de hee of als ik zelf de hee zou zijn? Nou, met name ten opzichte van de hoe die daarop volgt. Met mijn karakter zou ik zeggen ho. En als jij dan ho roept tegen diegene... vindt hij dan dat jij een koude kikker bent of krijg je kippenvel? Nee, diegene zakt weer weg onder het gemompel van hi-hi-hi. En dat was een klapper, zeg. Dat was een... Ik kon alles doen wat ik wilde. Ik was natuurlijk het stoutste jongetje van de klas. Ik kon echt alles doen. En dat heb ik dus ook gedaan. Dat is het gekste wat je toen ooit gedaan hebt. Ik denk dat alles even vreselijk was. Waar heb je de leukste herinneringen? Ja. Ik weet dus, ik heb geloof eens een keer een kussen kapot geslagen met veren. En ik ben onder de desk gaan zitten en heb altijd hele rare grappen gemaakt. Dat was ook mijn functie natuurlijk. En dat was wederom in de Schouwburg. Dus dat was uitverkocht. En die mensen die ze lachten wel, ja. Jeetje, wat was dat een succes, zeg. Ja. Maar dat was dus ook dat je zegt, in die Schouwburg, niet in zo'n studio... Ja, die wisselwerking met dat publiek was belangrijk voor jou. Toen ik Werden dat ging doen... Ja. Ik was overigens B-keus, hè. Ron Brandstede is als eerste gevraagd. En die keek naar die banden van Frank Elstner. En dat was helemaal gründlichen Deutsch, was dat allemaal. Zoals die Duitsers dat doen. En lang. En geen grappen, want het heeft geen zin in Duitsland. En Ron zag er niks in.
die had iets van, vind ik niks, een waardeloos programma. En ten einde raad heeft Joop aan mij gevraagd of ik dat wilde doen. Net had ik weer ruzie met de AVRO toevallig. Maar dat was folklore hoor, dat had ik 2 keer per jaar. En dan wilde ik niets meer met de AVRO te maken hebben. En Joop bij Keizer, Bodega Keizer, zeiden, ja, nou, dat en dat is het format. Je mag er 7 weken over nadenken. Want ik ging op vakantie. En ik wist het binnen 7 seconden dat ik ja zou zeggen. En zeiden ze, een klein probleempje, het is bij de AVRO. Dus het moest weer worden bijgelegd met Wiebo van der Linden. Nou, dat is best een mooie... Ik herinner me nog een pagina aan de Telegraaf, dat Wiebo mij optilde. Dan kan dat makkelijk. Die zou jou ook op kunnen tillen. Kom. Grote, sterke man. En toen was het weer bijgelegd. En ja, en dat was natuurlijk een internationale klapper, zeg. Colleren. Dat zal je in je handen hebben. Dus het B-keusje is er toch nog een aantal seizoenen volgehouden. Ja, leuk is dat, hè? Neusje krult weer. Het is toch een hele mooi ding in mijn televisiecarrière geweest. Het ding? Zo moeilijk als het was, hoor. Het was niet eenvoudig. Was dat een moeilijk programma? Ja, ook al omdat je... Je had nog geen autocue, geen prompter... Janne Meppelink, dat was de executive, dus de uitvoerende producenten. En die stond dan met... Je moest het gewoon het hele programma 1,5 uur uit je hoofd leren. Daar heb ik een fotografisch geheugen, dus dat scheelt. Maar je hebt wel steuntjes nodig. Dan stond Janne met van die grote kartonnen... met de namen van de mensen die dan opkwamen. Want dat is natuurlijk een probleem. Je hebt heel veel namen per uitzending en iedere week opnieuw. En dan had ik een Janna-dag elke week om dat erin te stampen. Maar op het moment dat je op de vloer staat, kan je gaan rommelen. En dan hield Janna dat karton weer op met de naam naar de achterkant, weet je. Dus dan kon ik het nog niet zien. Dus dan, daar word je ook heel handig van. Maar daar zat dus 800 man publiek bij. Wederom. En je speelde dus. Ik begon in het publiek met een grote conferentie. Dat kon nog in die tijd. Dus 20 minuten dolle met die mensen. Met een jongetje die onderlicht had, een bakje onderlicht. Die ijdelheid had ik nog toen. En dan ga je de vloer op en dan introduceer je illustere panel. Dat waren echt sterren, wereldsterren die daar kwamen. Dat ik dacht, ik ben maar een brinkje. En die speelden dat allemaal mee, want ze weten wat het is. Dus dat was dan ook geen probleem. En dan ga je de spelletjes uitleggen. Nou, dan ben je dus al 3 kwartier verder. Dat zou je tegenwoordig niet meer kunnen doen. En dan komen die jongens en die meisjes en die mannen en die vrouwen... die een heel goed kunstje kunnen. Die moet je in hun waarde laten. Ik ben zoveel kind gebleven nog steeds... dat ik meega in die spanning. Dat ik dus alsjeblieft hoop dat ze het halen. Beroemd gebaar wat je overigens maakt. Ja, ik kan het helemaal niet. Jawel. Douglas Squire heeft het bedacht. Het was de choreograaf. En het is langzaam is het dit. En dan moet je heel vlug je duimen over elkaar heen doen. Maar dat kan helemaal niet. Dus dat zie je toch niet? Maar het is niet goed wat ik doe, hoor. Huh? En het is een gouden formule. Er werden geen enorme bedragen uitgedeeld. Geen auto's, geen landhuizen en geen wereldreizen. Het was de felbegeerde Weddendat trofee van plastic. 1,75 kostte die. Met het krankzinnige fenomeen dat je een weddenschap maakt... Ja. Dat was natuurlijk zo dichtbij en zo herkenbaar. Iedereen kan wedden. Ja, het ging om het kunstje. Tuurlijk. Van al die krankzinnige dingen in je programma's. Wat was nou voor jou het meest gekke wat je toen hebt meegemaakt? Van de weddenschappen zelf? Ja. Ja, ik herinner me Dennis van Bommel. Dat was een jongetje van 12. En die... zei dat hij alle nova's, alle sterrennevels kon herkennen. Ben je er klaar voor? Ja. Ja? Lekker ontspannen, lekker zitten. Wat kan jou het schelen, joh? Het feit dat je in de uitzending zit, is al een onderscheiding genoeg. Dan gaat de weddenschap nu in. Dat is de spoelnevel. Is goed. Dat
Dat is een gedeelte van de sluiernevel. Uitstekend. En met kinderen moet je heel voorzichtig zijn in de uitzending. Dus ik ben wel over corrupt gesproken. Tijdens de eetpauze weer, toen ik weer erg moest plassen. Met Dennis door die loods gegaan waar al die nevels stonden opgesteld. Om te kijken of hij het wist. Dus ik met mijn papiertje erbij. En hij wist ze feilloos. Dus ik denk, oké, dan kan ik je vanavond gewoon op laten gaan. Want ik wilde gewoon niet op mijn geweten hebben dat het kind zou afgaan. Want het jochie moest natuurlijk de andere dag toch naar school, hè? En hij deed het s'avonds en dat ging perfect. Zelfs zo dat hij ook nog, zo slim zijn kinderen, een beetje spanning opbouwde. Dat hij dus op de allerlaatste seconde zei van... deze Nova is die en die nevel. Ik heb er geen verstand van. En de andere dag fietst hij dus inderdaad naar school met zijn bordje op zijn truitje nog. Werden dat bordje. En hij rijdt onder een vrachtauto. En dood. Dus heb ik dat onthouden. Dat gaf nog een grote klap. Want je bouwt binnen een dag iets op met je kandidaten. En zeker met een kind. Dus dat stond ook op alle voorpagina's. En dat was natuurlijk toch elke week nieuws. Dus dat weet ik nog. Ik weet nog een touwtjespringweddenschap. Een school, twee schoolklassen, ik noem maar wat, 60 kinderen. Die konden binnen de zoveel minuten feilloos 200 keer over een touw springen. Dus die hele klas, voem, 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 voem. En de meesters die waren dan met het enorme touw. Dat ging over de hele studio, Studio 1 en Aalsmeer, heen. En het was een opname, want ik moest 's avonds spelen. Dus het was 's middags. En het gaat echt bij de derde sprong, ging het al de zeik in. Dus die kinderen die hadden dus maanden daarop op geoefend en getraind. Die waren in alle straten. Dus ik zei tegen de zaal... mensen, we doen dit nooit, maar ik vind dit is te lullig voor woorden. We moeten dit gewoon een keer over. Jullie houden je kop, ik zeg ook niks. En we doen het gewoon over. Dus we gewoon, tijd gaat nu in, die kinderen weer. Bijna op het eind, weer mis. De eerste tranen kwamen al. Ik denk, nou ja, ik ben toch al in de fout gegaan. Dat kan mij het schelen. En Joop, die staat er dan naar te kijken. Die was er toen nog altijd bij. Die heeft iets van zo. Ik zeg, we doen het nog een keer. Ik laat de zaal beslissen. Nou, de zaal. Ik zeg, het is nu de echt jongens, de derde keer. En nu moet het goed gaan. 1, kom op! 2, nou komt u! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, mond dicht, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nou, hey, jammer. Ja, en je maakt televisie. Dan moet je het zo laten gaan. En veel gesnik bij de kinderen. En papa troost. En Guus van Straten zoomt in. Huilenkreek. En dat is echt hele mooie televisie. Maar wel zielig. Dat heb ik onthouden. En Davidoff. De grote sigarenmaker. Stoute man. Die was al over de 80 en daar spreek ik me af dat ik het in het Duits zal doen met hem. En hij ging over op Frans.
om mij te pakken en ging weer over op Engels. En ik kan hem hebben. En dan, dat was in de periode dat de celebrity dus moest zeggen van... ik ken iemand in Schubbekutveen en die kan heel erg goed... noem maar een kunstje op. En ik zeg, wat heeft u voor een weddenschap? En de man doet gewoon alsof hij van niks weet. En daar moest ik zo verschrikkelijk om lachen. Het was live. En Joop staat naast de camera, naast de mijne. En die krijgt zo wat geel. En als Joop het slap lach krijgt, dan kan je me afdragen. En dat heeft minuten geduurd. Boze brieven gehad. Oude man in de maling nemen en dat soort dingen. Maar dat was ook zulke leuke televisie. Zal ik aan een komische wette of aan een normale wette? Als de sigaren ook zo zijn... We hebben Ihre wette hier. Ja. Soll ich es sagen? Bitte. Ich glaube, das ist besser. Ja? Sagen Doch, Sie ich die sage Wette. Es, want ik weet per slot van... Hij zit hier nu gewoon als decorstuk erbij. wat hij had moeten zeggen... wat hij had moeten zeggen... is dat hij Aart Dooyers kende uit Kampen. En dan had je die vreselijke zaalweddenschappen. Ja. Dat was vreselijk. Die waren altijd eng, altijd griezelig. Ik had er altijd ruzie over thuis. Ja? Ja, natuurlijk. Moet je in een bak met haaien springen? Nou, dan moet je mijn echtgenoot kennen. Alles voor de lach en alles voor de show. Niks ervan. Niet doen. Dat heb ik een paar keer gelijk gehad. Is het gevaarlijk geweest? Ja, er waren een paar gevaarlijke dingen bij, ja. Ja. Ben je nu nog straks wakker van woord? Nee, maar ik begrijp niet dat ik ze heb kunnen doen. Er was er één bij, dat was een messenwerper. Dat was een olifant heb ik ook nog gehad, opa. Bij die messenwerper, dat was een Duitse circusartiest, een variétéartiest. En ik moest dan tegen zo'n schotje aanstaan en dan ging die messen om mij heen werpen. Nou, dat deed hij dan. En ik denk, nou ja, hij zal zijn vak wel verstaan. En toen werd hij geblinddoekt. En toen deed hij hetzelfde nog eens met bijlen. En dat heb ik echt omgebeden. Toen was het afgelopen, ik had de zaalweddenschap gewonnen. En toen hoorde ik, na afloop van de uitzending, toen was het dus dag tante Annie, was het klaar, dat hij de week daarvoor zijn dochter het ziekenhuis ingebijld had. Nou, dat zijn toch risicovolle dingen. Ik heb ook achter op een beer gezeten, op een driewielertje. Wie haalt het nou toch in godsnaam in zijn hoofd? Wie doet dat nou toch? Terwijl je vrouw en kinderen thuis op zitten. Ik heb achterop een beer, dat ik een beer vasthoud aan zijn tepeltjes. En ze hebben hele grote handjes, hoor, beren. En ik deed het allemaal. En Frank was er kwaad om. Je was Frank Tepo? Ja, daar was ik kwaad om. En ik heb één keer, dat vond ik helemaal, ik durf niet in een kabelbaantje. Dat is het enige wat ik niet durf. Hoogtevrees. En daar hadden ze een kabel gespannen van de ene kant naar de andere kant in die grote studio. En daar liepen dan twee geblinddoekte mannen overheen met een kaasdragersding tussen zich. En daar was een stoeltje op gemonteerd en Josje zat op het stoeltje. Ik ging dood van angst. Ik ben niet katholiek, maar ik heb toch Heilige Maria, moeder van God, gebeden, hoor. Bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood, amen. Want ik ben op een goed katholieke omgeving, dus ik ken het wel. Het wees een goedje. Ja, adem niet met mooie televisie, Jos. Het is wel mooie televisie, maar hoe ver kun je gaan? Wel wat van de mens. Hoe ver kun je gaan? Maar ik heb het wel allemaal meegemaakt. Kijkend naar het vak, met de kennis die je nu hebt. Hoe gaat het met de televisiewereld? Ik ben niet zo blij met hoe het tegenwoordig bij de televisie gaat. Maar... dat is, ik moet ontzettend oppassen voor oude lullenpraat. Want ik ben natuurlijk 65 en ik heb een glanzende carrière achter de rug van 45 jaar. Ik heb er nog steeds geen verstand van televisie. Niet echt.
Ja, ik weet hoe een camera is en ik weet best wel wat ik doen moet. Het mechanisme begrijp ik niet. Er zijn dingen binnengeslopen. En dingen die te weinig met talent te maken hebben. Die het totale aanbod, dat veel groter is dan in mijn jonge jaren, nogal verarmt. En nou zeg ik het voorzichtig en tamelijk aardig. Waar ik... Dan zeg het nou maar eens iets minder aardig. Ja, waar ik niet tegen kan bijvoorbeeld. Dan zie ik dus gewoon omdat ik ook niet gek ben. Ik zie in het seizoen niet veel televisie, omdat ik dan toch naar Delfzijl en Meppel moet. En Middelburg ook, en Venlo. Maar ik zie dan wel eens wat tussendoor. Of ik zie iets in de artiestenfoyer. En dan komt er juffrouw B of meneer C oplopen. En die heeft niks uit zijn hoofd geleerd. Heeft misschien een line-up doorgelezen. En leest het verder op van de camera. Dus zo dit helemaal. Met alle klemtonen van dien. Sinterklaas is in Terneuzen. En excuses voor de... Dan kruip je ballen je keel in. Dan word ik helemaal gek van. Dan denk ik, rot op van mijn scherm. Doe je werk. En laat je coachen. En we hebben goede coaches. Leer dat je, als je een prompter gebruikt, een autocue gebruikt, weet wat er staat. Zet dat in je hoofd, want het ding kan ook de andere kant op fietsen. Ben je echt je tekst kwijt? En projecteer dat over de zaal. Ik praat tegen jou, ik praat in de huiskamer. Ik zeg die mevrouw, gedag. En dan heb je lang uit je oor gezien wat je volgende tekst is. Dat is een kleine truc, een kleine methode. Ik zie het veel te weinig terug. Het zijn de ouderen die het kunnen en die er het laatste mee opgegroeid zijn. Dat is maar een heel klein dingetje. De klemtonenziekte vind ik ook verschrikkelijk. Het geschreeuw vind ik ontzettend. En het niet spreken van beschaafd Nederlands. Het is werk en het is geen werk. Dus die Gooise trutte er die overal voorkomt, tot in de reclames aan toe. Daar word ik ook gek van. Word ik echt gek van. Is er nog en het hoop? Geschreeuw en nou, nee, ik weet niet of er hoop is. Ik weet het niet. En dan heb je natuurlijk dus ook nu die hele... het braakliggende terrein met de nadruk op braak van de reality soaps. En de gouden kooien en de sterren die door het ijs zakken. Een gewone, degelijke, goed gemaakte zaterdagavondshow met de Karel Roosjes. Het is er niet meer. Teddy en Hens Scholten, dat hoeven mij ook niet meer. Maar dat vind ik jammer. Dat vind ik echt jammer. Terwijl we wel dat talent in huis hebben en ook het productietalent in huis hebben. Dat vind ik spijtig. Nou ja, je hebt toch recent, in de jaren een paar achter ons, met tv-toppers, het publiek weer een geweldige lol. Ja. En hier is uw gastheer, Jos Brink. Vriendin Willeke Alberti. Hey. Zeg, waar keek jij nou naar als ja, dat vind ik wel leuk dit, ja. Oké. Okay. Hebben we een kussen voor mevrouw Alberti? Nou, gewoon dat ze niet achteruit duikelt. Het is ontzettend lang en breed dit. Ja, dat is waar. Ja, ik zit, ja. Ja, maar ik zit keurig ja, maar zo jij puntje, zit op de punt van... Ja, ja, op de bordjes, hè, zoals het heet. Nee, hoe noem je dat toch? Okay. Zeg, vertelt u eens. Waar je moet ook zo blijven zitten. Ja. Dan ga ik vanzelf zo praten. Ja, dat is oké. Oké. Waar keek je nou naar? Ja, mag ik dat zeggen? Ja, zeg het maar. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Was dat nog geen porno op de televisie in die tijd? Sta ik weer open? Het is een format van niks. Je zit op een bankje, praat met collega's van wie je het leuk vindt dat je ze ziet. Dat is natuurlijk voorwaarde. Dat is hartstikke leuk. Je praat nog eens bij. Je laat dingen zien die ik dus ook leuk vind om te zien. Dus het kind komt weer in je boven. En ik krijg geen flaporen meer van Coco en de Vliegende Knorrenpot. Maar ik vind het zo ontzettend leuk om dat
nog eens te zien. Dat gedoe met die poppen waar we dan vroeger naar keken. En wie wilde mijn marmotje zien? Nou, dat doet Christine van der Horst nu op een andere manier. Bij de commerciële. En ja, het was toen toch van iets andere portée. Dus het is een hele goede formule. Enfin, ik heb er 45 gemaakt, dus op nu. Een heel ander facet van jouw werkzaam leven is de wat serieuzere kant. De dominee, of moet ik zeggen, ja, dominee, de pastor. Ja, pastor, ja. De medemens die meedenkt, de zorgzame buddy. Nou, hoe is dat nou te rijmen met de komiek? Nou. Met alle respect, je kan toch van vele collega's... die hebben dat pad niet bewandeld, jij wel. Waarom? Nee, maar ja, daar hebben ze dan geen behoefte aan. Hoewel, ik heb een aantal collega's die zich toch op dat religieus-serieuze vlak bezighouden, hoor. Neem Henny Huisman bijvoorbeeld. Hè? Ik vind dat een predikant, een dominee, een pastor of een priester... hoe de mensen in dat wonderlijke vak allemaal heten mogen... de plicht hebben om mensen enig troost aan te reiken. Dat kun je voornamelijk doen door de mensen aan het lachen te maken... in de meest gruwelijke omstandigheden. Dus dat scheelt als je die bagage al hebt. En ik vind ook, dat vind ik heel erg... dat is het diepste wezen van mezelf... dat je in het theatervak moet proberen om mensen... een avond uit hun sores te halen of om ze eens een ander facet van het leven te laten zien. Dat is heel erg belangrijk. En bij televisie ben je letterlijk en figuurlijk, als je je werk goed doet, een lichtpuntje. Dat is voor al die mensen die er niet uit kunnen of die het niet kunnen betalen. Dat zijn er heel veel. Want tegenwoordig is het toch gauw €70 voor een kaartje. Hè? Dat heb ik toen geleerd bij Werendat. Dat de straten leeg waren, dat vooral dat ik in een ziekenhuis kwam... en dat die verpleegster zei, je wordt hartelijk bedankt. Want toen hadden die bedden nog niet allemaal een eigen televisietje. Dus ze moesten alle patiënten naar de conversatiezalen zeulen. Toen dacht ik, god, dan doe ik het voor die mensen. Dus ook om je zenuwen weer een beetje te dempen. Hè? Tuurlijk. En dat doe je natuurlijk in de kerk ook. Dus in feite is het voor mij hetzelfde. Geeft het je voldoening? Zeer. Het is mooi. Je komt heel goed van in balans. Het is niet allemaal trala en tierlier in het leven. Er zijn ook andere dingen. Je wordt gedwongen, omdat je nu eenmaal dat commitment aangaat... om na te denken over dingen. En dat doe ik dan vanuit het evangelie. Dat is niet eens zo ingewikkeld. Want wat meneer van Nazareth heeft gezegd... dat kun je op een A4'tje uittikken... En daar gaat het maar om. En hoe pas je dat nou toe in je dagelijks leven, in je eigen omgeving... of in een wat wijder verband of in mondiaal verband? Daar kun je een leven lang over preken, op geestige wijze. Maar daar gaat het maar om. En als dat lukt, dan geeft dat een even grote voldoening. Dat is... En het lukt toch wel eens niet. En... Het belangrijkste deel van mijn pastoraat is het stervensbegeleiding. Dat kun je niet achter je schrijftafel regisseren. Dat moet je doen. Je moet er zijn. Dat is Gods diepste naam. Yahweh, ik die ben, ik zal er zijn. En daar ben je dan een verlengde van... Dat zouden we eigenlijk allemaal moeten doen. Laten we wat meer naar elkaar omkijken.